Vandaag een belangrijke dag voor een van de belangrijkste vrouwen uit mijn leven. Welkom bij Victor Vlogdown. En het is wel degelijk een van de belangrijkste vrouwen uit mijn leven, want zonder haar stond ik niet op deze planeet. Het gaat dus over mijn moeder en die is vandaag jarig. Dus we gaan haar zo meteen even opbellen. Maar ik heb eigenlijk nog nooit over mijn moeder verteld, dus ik ga heel even ook kort schetsen hoe mijn band met haar is en wat voor persoon mijn moeder eigenlijk is. Nou, ik heb me er even voor neergelegd. Mijn moeder staat absoluut niet graag in de belangstelling, dus ik weet ook niet of ze dat zo leuk vindt dat ik dat hier allemaal vlog, maar bo. Moeke, sorry alvast. Ik zal beginnen met de naam Moeke. Ik zei vroeger altijd heel veel mama, 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 mama. Die was dat op een gegeven moment zo beu dat hij zei, en als je nu nog één keer mama zegt, dan gooi ik je buiten. En dan heb ik sindsdien beslist om ze eigenlijk meer voor de grap Moeke te noemen. Ik weet dat er veel mensen zijn die hun mama echt Moeke noemen. Dus ja, dat is zeker geen aanval op de mensen die hun moeder Moeke noemen. Maar past zo niet bij die van mij of zo. Daarmee dat ik dat als grapje geïntroduceerd heb in de tijd. Ik denk dat iedereen wel weet dat ik een hele goede band met mijn papa heb. Maar de band met mijn moeder is ook super sterk. Want vroeger als kind, ik was echt een mama's kindje. Dat was absurd. Ik kon geen 2 seconden zonder mijn moeder. Als ik naar het toilet ging, dan was ik al slechtgeziend. Dus dat was bijzonder. En dat enerveerde die ook wel. In die zin dat hij echt niks kon doen zonder mij. Of ik begon te zagen en te wenen en te... Ja, ik weet het niet. Ik was echt een mama's kindje vroeger. Ja, en ik zei het al, mijn moeder is niet iemand die heel graag in de belangstelling staat. En is ook niet iemand die bijgevolg graag op foto's staat en dat het rond haar draait. Dus ik heb niet veel foto's van haar, maar ik heb hier wel een foto gevonden van toen ik nog heel klein was en zij dus ook nog een pak jonger. Het is een prachtige vrouw. Ze ziet er ongeveer nog hetzelfde uit als op deze foto. Alleen misschien een klein rimpeltje meer hier en daar, maar ze blijft even mooi. Dus voilà, ik ga de foto laten zien. Het is een, ik denk dat ik een jaar of... 3, 4 ben of zo. Het is een foto genomen in de Efteling. Op die paddenstoeltjes waar daar muziek uitkomt in het Sprookjesbos. Ik denk dat jullie die allemaal wel kennen. Dat ben ik hier en dat is onze moeder. Oh. Ja, voilà. Het lot wil dus niet dat mijn moeder in de belangstelling staat. Dus hier is ze nog eens. Dus je ziet, mijn moeder is een prachtige vrouw. Ja, en ik meen het echt als ik zeg dat mijn mama de beste en liefste mama is van heel de wereld. Ik ga ze vandaag jammer genoeg niet kunnen zien, want ik raak niet tot bij haar. Dus ik ga ze eens heel even bellen om ze proficiat te wensen. En ik ga ervoor zorgen dat ik voor haar, als ik ze terugzie, een schitterend cadeau ga hebben. Ik ga nu even met onze moeder bellen. Ik ga het wel heel kort houden voor de vlog, want ze vindt dat echt niet plezant. En ik wil ook geen verschrikkelijke verjaardag bezorgen natuurlijk. Dus. Dag mama, gelukkige verjaardag. Mama maakt er nog een hele leuke dag van. Ik zie je graag en we zien elkaar snel terug. Hè. Bye bye. Voilà, mijn moeder klonk heel gelukkig. Ze voelt zich jonger dan ooit tevoren. En zo ziet ze er ook uit. Mama, I love you. En ik zie jullie morgen terug. Bye bye.